Ja, dat waren de heerlijke soulvolle klanken van Sly and the Family Stone met het nummer If You Want Me to Stay. En dan gaan we het nu hebben over de affaire Ajax, tenminste, dat over het omkoopschandaal. Ja, want na de op zijn zachtst gezegd vreemde omknoping op de laatste speeldag van de groepsfase Champions League, waarop Ajax een voorsprong van 3 punten en 7 doelpunten verspeelde, plaatste Olympique Lyon zich op de valreep voor de volgende ronde van het toernooi. Inmiddels gaan op internet enorm veel geruchten over mogelijke omkoping. En op dit moment hebben we aan de telefoon een echte Amsterdammer, als het goed is. Goedenavond, Jan Belmoer. Ja, het is Bijmoer. Bijmoer, oké. Okay. Ja, ik zat natuurlijk in mijn hoofd met de Belmer, dat is ook in die regionen. Ja, maar weer grapjes hoor. Dit is eigenlijk dus het hele gebeuren over het Ajax-wezen. Dat het daar gewoon helemaal niet gedaan wordt. Kunt u dat nader uitleggen? Ik begreep het niet. Dat ging iets te snel voor mij. Ja, zullen we gewoon even doorgaan naar de hele omkopingsgedoe? Want het zit me hoog. Ja, dan graag. Vertel. Het zit me helemaal tot hier, ja? Ja, waar is hier? Dat is hoog. Oké. U bent er klaar mee. Nou, komt u maar op met die vragen. Was u in de arena zelf tijdens de wedstrijd? Ja. En zat u een beetje goed? Nou, ik zit het daar gewoon in het huilen dat ik daar gewoon in de ring zit en dat ik gewoon heel vaak in. En dat ik dan gewoon helemaal dat ik die wedstrijd dan gewoon goed zie, hoor. Maar waarom vermoedt u nou dat het om... Of nou, vermoedt u, bent er zeker van, blijkbaar, dat het nou, om omkoping gaat? Nou, Vadoe, dat zal ik eens even daar fijn uitleggen. Doe ten dat. Eerste, wat er dus gebeurt, is dus eigenlijk het hele gebeuren met die 1-0. Oké. Denk je helemaal dit op 1-0? Oké. Dat kan gebeuren. Ja. Dus eigenlijk is het hele gedoe dan met die 2 buitenspeldoelpunten. Dat waren glaszuivere doelpunten. Ik hoop je dat goed in je oren is eigenlijk. Ja, dat is wel gebleken. Het zijn hartstikke goede doelpunten. En dus eigenlijk wordt gewoon het hele gebeuren. Wordt er die scheidsrechter, die grensrechter vooral, die Portugees, wordt het helemaal afge... Maar mag ik daar even op reageren? Ja. Want die grensrechter is natuurlijk ook gewoon de mensen. Mensen maken toch ook fouten? Ja, maar die zijn er 2. Nou ja, 2 fouten. Oké, het is dit keer in het nadeel van Ajax. Maar stel het was in het nadeel van Real Madrid geweest. Had ik u waarschijnlijk niet gehoord. Dat weet ik niet. Het is niet gebeurd. Dus dat kan ik niet overoordelen. Maar het punt dan dat ik wil maken... Dan was in ieder geval minder fanatiek. Toch? Sorry? Dan was in ieder geval iets minder fanatiek. Dat weet ik niet. Want het is niet gebeurd. Maar laten we dan even verder gaan op de andere wedstrijd. Tussen Dynamo Zagreb en Olympique Lyon. Heeft u die ook teruggezien? Het hele gedoe in Zagreb, hè, wat daar dus aan de hand is. Het hele die Fransen, die daar dus komen voetballen. En ik denk dus, en ik vermoed het niet alleen, ik denk het en ik weet het eigenlijk ook wel zeker dus feitelijk gezien. Dat het dus gewoon helemaal zo is. Dus dit is die geld, het geld dat ze dus verdienen met het voetbalgebeuren. Dat ze dat dus geven aan die Dynamo Zagreb spelers. Ja, en waar baseert u dat nou op? Want ik heb wel vaker van... Heeft u die wedstrijd helemaal gezien? Eerste helft. Meteen een rode kaart voor een van die Dynamo Zagreb spelers. Dat is wel heel verdacht. Weet u in welke hoeveelste minuut het was? Ja, om in de bij 20-30ste minuut. Zoiets. Vroeg in de wedstrijd. Maar dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Dynamo komt op 1-0 voorsprong. Maar het is dus eigenlijk gewoon om de schijn een beetje te houden. Snap je dat? Van, oh, wij kunnen wel voetballen, wij komen hier op 1-0. En toen kwam de tweede helft? En toen kwam dit, nou, dit was wel de doepen te verstijven, het hele Lyon gebeuren. Want ze is al een tijdje bezig, hoor. Maar mag ik u even terugnemen naar een tijdje terug, een jaar geleden? Feyenoord PSV, PSV Feyenoord moet ik zeggen. Werd het 0-10 of 10-0, ik weet niet meer wie er uit thuis speelde. Dat kan me toch geen reet schelen? Ja, maar... Ajax duurt, het Ajax belang. Nou, maar luister meneer, monsterscorers komen in het voetbal nou eenmaal wel eens voor. Ja. Dat kunt u toch niet ontkennen? Nee, maar dit was ook wel een heel slecht Feyenoord hoor. Dat zeg ik, maar was Dynamo Zagreb niet gewoon heel erg slecht? Wat ik dus wil zeggen is dat Feyenoord toen de tijd helemaal geen belang had bij een omkoping. PSV, dat was helemaal niks aan de hand. Het was vroeg in de competitie en uiteindelijk was het dus helemaal niks. Snap je dat?
Maar als het dus, dat was dus geen omkoping, zegt u, dus heel stellig. Maar waarom zou dit dan wel omkoping zijn? Want het is bijna hetzelfde verhaal. Eerste helft een redelijk normale wedstrijd. Uitleg hoor, spelletje mensen van de radio. Nou, een beetje rustig mag wel, alstublieft, zeg. Nee, ik ben, nou zit het echt diep hoor. Nou zit het diep. Blijf rustig, blijf rustig. Oké, we weten dat hij fan bent, maar probeer even gewoon neutraal uw argumenten naar voren te brengen. Goed, nou wat er dus gebeurt, dat Olympique Lyon geeft geld. Want je ziet gewoon dat Dynamo Zagreb geen poging doet tot voetballen. En nee, maar dat is toch ook logisch, meneer? Meneer. Als ik 4-1 achter zou staan, zou ik ook niet meer zoiets hebben van ja. Dat is één. Ja, bovendien, maar heb je dat knipoogje gezien? Er viel voor hun niks meer te winnen. Heb je dat knipoogje gezien, meneer Van de Hoek? Welk knipoogje? Van die verdediger van Dynamo Zagreb. Die knipoogde naar ene van Petit Kobies of zo. Die aanvallen van Frankrijk. En het blijkt dus dat het gewoon dat heeft met die omkoping te maken. Maar een knipoogje, dat wil toch helemaal niks zeggen? Jawel. Wat is nou een knipoogje, meneer? Een knipoogje. Dat is toch geen bewijs? Ja, we hebben een deal op die manier een knipoogje dus eigenlijk. Ja, maar dat is uw interpretatie. Er is gewoon glashard omgekocht. Maar, meneer, we hebben nou die wedstrijd gehad en er is ook bekend geworden dat er niet echt verdere maatregelen worden genomen in het onderzoek naar de omkoping. Dan kan ik zo boos om worden. Ik merk het. Ja. Maar zou het niet heel erg knap zijn van dat hele complot dan, dat het precies op, terwijl ze tegelijkertijd speelden, dat ze dat dan zo goed hebben uitgewerkt met elkaar, dat het precies dit resultaat heeft gekregen? Dus eigenlijk tegenwoordig, die hebben natuurlijk tegenwoordig dat contact tussen die twee verschillende stadions, dat is natuurlijk fantastisch. Je hoort natuurlijk van elkaar hoeveel het staat bij elkaar. En ze weten ook, als het 0-0 stond in de arena, hadden ze niks van doen. Maar op het moment dat Ajax achter stond, wat ik met pijn in mijn hart zeg, dat je dat even weet. Op het moment dat Ajax achter stond, weet Zagreb, we mogen die op doelpunten laten maken. Ongeacht wat er staat daar. Jan Bijmoer. Heel mogelijk. Jan Bijmoer, je hebt je punt heel duidelijk gemaakt. Ja. De meningen verschillen duidelijk over de omkoping. Ja, maar die van mij is het beste, hè? Is dat even duidelijk? Dat is hartstikke duidelijk. We willen u graag bedanken voor uw tijd. Ik heb gewoon het gevoel dat jullie maar gewoon een beetje tegenwerken. Dat is het gevoel is helemaal verkeerd. We gaan nu de lijn verbreken. Ja, wat is dit nou weer? Een hele fijne avond. En dan gaan we nu luisteren naar Jurk als het goed is. Slaap aan, trek het nu al echt niet meer. Het gelul begint alweer. Het was door mijn kruislie, wil de ochtend televisie. Man, ik ben nog veel te sloom. Hij is nog veel te sloom.